dit moment werk jij, net als ik. En ik. En ik. En ik ook. En ik. En ik. En natuurlijk ik ook. En ik. En ik ook. En ik. En wij. In de sector waterschappen. En ben je vooral druk met het hooghouden van alle ballen in je huidige baan. Maar denk je wel eens na over de volgende stappen in je loopbaan? Over hoe je verder kunt groeien in wat je nu doet. Of over het inzetten van je talenten in een hele andere functie. Het werk van de waterschappen is namelijk aan het veranderen. Bijvoorbeeld door nieuwe wateruitdagingen, waarop we als organisatie moeten kunnen inspelen. Dat vraagt om mensen die zich in werk willen ontwikkelen. En om mensen die openstaan voor nieuwe kansen en uitdagingen. Of het nu gaat om een handhaver die zijn communicatieve vaardigheden wil verbeteren. Of een muskusratten bestrijden die een opleiding gaat volgen omdat hij aan de slag wil als technisch medewerker. Of een vergunningverlener die de overstap wil maken naar omgevingsmanager. Kortom, het gaat om mensen die zelf aan de slag gaan om meer uit hun werk te halen. En onze nieuwe CAO biedt volop mogelijkheden om je daarbij te helpen. Inspiratie nodig? Doe dan van 14 tot en met 18 november mee aan de Week van de Loopbaan. Een week waarin je alles te weten komt over hoe je binnen of buiten je functie kunt groeien. Bijvoorbeeld door een dag mee te lopen met een collega van een ander waterschap. Door een loopbaanscan te doen. Door je te oriënteren op verschillende opleidingen. En door workshops te volgen over het ontdekken van jouw talent. Of over slim gebruik van sociale netwerken. Zoals LinkedIn. Kijk op intranet voor de activiteiten in deze week in jouw organisatie. Gooi ook eens een balletje op over jouw wensen en mogelijkheden. Tot ziens tijdens de Week van de Loopbaan.